Breda, 1590. Onder Spaans bewind. Een volgeladen turfschip vaart de vestingstad binnen. Kleumende Spaanse soldaten verzuimen de lading te inspecteren. In de nacht komt deze tot leven. Meer dan 70 mannen klauteren uit het schip en openen de poort voor de troepen van prins Maurits. Zo valt Breda kinderlijk eenvoudig in Nederlandse handen. De verovering van Breda is een opsteker voor de provincies die al jaren oorlog voeren tegen de koning van Spanje. De opstandelingen hebben tegenslag op tegenslag geïncasseerd. Willem van Oranje is door moordenaars hand gevallen en de hertog van Parma heeft de zuidelijke Nederlanden in een ijzeren greep. Spanje is niet alleen een militaire grootmacht, maar ook een financiële reus. In Zuid-Amerika hebben conquistadores de inheemse bevolking verslagen. Gretig smelten ze het Indiaanse goud en zilver om. Na de ontdekking van de grootste mijn ter wereld komen er nog meer rijkdommen naar Europa. Maar de Nederlandse rebellerende provincies staan aan het begin van een grote economische groei. Vooral in het gewest Holland wordt veel geld verdiend. Want na de val van Antwerpen zoeken vluchtelingen uit Vlaanderen en Brabant hier een veilig heenkomen. Ze nemen kennis, geld en contacten mee. Dankzij hun netwerken breidt de handel zich stormachtig uit. Kooplieden reizen naar verre bestemmingen zoals Moskou, Archangelsk en de Middellandse Zee. Holland heeft een nieuwe politiek leider, de briljante Johan van Oldenbarneveld. Als landsadvocaat van Holland werkt hij dag en nacht om de opstandelingen eensgezind te houden en geld te regelen voor het leger. De Nederlandse oorlogskas wordt vooral gefinancierd door de eigen bevolking. Het tekent haar betrokkenheid bij de oorlog en het vertrouwen in de economie en de eigen staat. Oldenbarneveld weet zelfs de gierigste koopman te overtuigen dat zijn geld het beste is besteed aan het leger. Dat leger kampt met een probleem. Er is geen goede aanvoerder. Maurits, de zoon van Willem van Oranje, staat in de startblokken, maar kan deze verlegen jongeman uitgroeien tot de schrik der Spanjaarden? De prins blijkt een gouden greep. Zijn vader had een matig talent voor oorlog voeren, maar Maurits stapelt de ene overwinning op de andere. Zijn specialisme is belegeren en hij traint zijn soldaten tot de best geoefende van Europa. Het grondgebied van de Republiek groeit gestaag. Maurits en Johan van Oldenbarneveld vormen een ideaal span. De jonge veldheer zet zich in volgens het meesterplan van de wijze staatsman. Maar in 1600 loopt hun samenwerking een eerste grote deuk op door de slag bij Nieuwpoort. Oldenbarneveld wil dat Maurits naar Duinkerke marcheert om een berucht kapersnest op te ruimen. Maurits voelt er niets voor. Duinkerke ligt midden in vijandelijk gebied. Bij Nieuwpoort komt het tot een veldslag tussen beide legers. De hachelijke onderneming loopt maar net goed af voor Maurits. Ook al brengt de slag hem roem, hij voelt hevige wrok tegen de landsadvocaat. In 1602 stuurt Madrid de rijke Italiaanse edelman Ambrogio Spinola naar Brussel. Hij neemt 1000 zelfbekostigde soldaten mee en zal zich ontpoppen tot de grote kwelgeest van Maurits. Zijn beleg van Oostende is het meest verbeterd van de hele oorlog. Na meer dan 3 jaar moet de stad zich overgeven. De Spanjaarden vieren feest. Maar de overwinningsroes dooft snel. De schatkist in Madrid is leeg en de Spaanse opmars komt tot stilstand. De oorlog duurt nu 40 jaar. De partijen staan met bebloede koppen tegenover elkaar, te moe om uit te halen. Oldenbarneveld dringt aan op onderhandelingen. Het resultaat is dat de vijandelijkheden voor 12 jaar worden opgeschort. Als dit 12-jarig bestand bekend wordt gemaakt, klinken er klokken en worden vreugdevuren ontstoken. Door het af te sluiten heeft Spanje de opstandige provincies in feite erkend als een zelfstandige staat. Het bestand is goed voor de Nederlanden. Geen stad groeit zo hard als Amsterdam. In de eerste helft van de 17e eeuw is deze stad alles wat de Nederlandse Republiek wil zijn. Ambitieus, ondernemend en rijk. In 1602 wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis ontstaat een levendige handel in aandelen. En er zijn meer financiële vernieuwingen. In 1609 krijgt Amsterdam een koopmansbeurs en in 1611 een wisselbank. De stad wordt het marktplein van Europa. De Nederlanders dragen zijden kimono's.
regenten kostbare kanten kragen. Peper, kardemom, kruidnagel, foelie en koriander verschijnen op tafel. Ondanks het bestand strijdt de Republiek in Azië wel verder, tegen de Portugezen. Vanuit Batavia, in 1619 ingenomen door Jan Pieterszoon Koen, groeit de VOC uit tot heer en meester van de Indische archipel. De West-Indische Compagnie, opgericht in 1621, vaart naar de andere kant van de wereld, om de Spanjaarden in hun Zuid-Amerikaanse koloniën aan te vallen. Ook al gaat het de Republiek voor de wind, volgelingen van prins Maurits hebben kritiek op het bestand. De oorlog hield ons bijeen. De vrede zal ons uit elkaar drijven, betogen ze. Maurits zelf wil zich niet meer als een junior laten behandelen door Oldenbarneveld. De twee komen bovendien tegenover elkaar te staan in een godsdienstig conflict tussen fanatieke en gematigde Calvinisten. Het conflict verergert zo dat de mannen elkaar gaan beschouwen als staatsvijand. Uiteindelijk wordt Oldenbarneveld veroordeeld wegens landverraad. Onder massale belangstelling beklimt de 71-jarige in 1619 het schavot en wordt onthoofd. Maurits heeft zich bevrijd van een lastige rivaal, maar ook van de beste minister van Financiën ooit. In 1621 verloopt het bestand en gaat de oorlog gewoon weer verder. 3 jaar later valt Spinola Breda aan. Omdat Maurits ziek is, neemt zijn halfbroer Frederik Hendrik het commando over. Maar hij slaagt er niet in Spinola's ijzeren greep te breken. Breda geeft zich over. Een jaar later overlijdt Maurits, de nuchtere soldatenprins. Frederik Hendrik erft zijn titels en kapitaal. Dan zit het de Nederlanders mee. Spinola moet zijn aandacht verleggen naar het Duitse Rijk, waar een oorlog is uitgebroken die 30 jaar zal duren. En in 1628 verovert Piet Hein een Spaans schip vol zilver. De buit is een fortuin waard. Een groot deel wordt gebruikt voor de strijd tegen het berooide Spanje. Frederik Hendrik herovert wat aan Spinola is verloren. Het levert hem de bijnaam Stedendwinger op. De Nederlandse Republiek is overeind gebleven tegenover de Spanjaarden. Na 80 jaar oorlog wordt in 1648 de Vrede van Münster gesloten. Terwijl Spanje zijn glans ziet verbleken, begint het jonge staatje aan de Noordzee aan zijn gouden eeuw. Frederik Hendrik voert een hofhouding en huwt zijn zoon Willem II uit aan een Engelse prinses. Nu staan de Oranjes met 1 voet in de exclusieve kring van grote Europese vorsten. En zoals het een vorst betaamt, bouwt Frederik Hendrik paleizen en hangt ze vol met kunstwerken. Wetenschap en cultuur floreren en ook voor gewone burgers is een schilderij betaalbaar. De jaarwinsten van de Republiek schommelen rond de 12 miljoen gulden en stijgen verder. Honderden nieuwe producten lonken naar de Nederlandse consument. Er wordt gehandeld in goud, ivoor, specerijen, maar ook in slaven, die door Hollandse kooplieden naar de West worden verscheept. De rijkdom lijkt te groeien tot in de hemel. In 1650 wordt een bouwwerk opgeleverd dat deze boodschap triomfantelijk over de globus galt. Het nieuwe stadhuis van Amsterdam. Alle vers verworven kennis over cartografie, producten, mensenrassen en klederdrachten krijgt een plek in de architectuur. Zo drukt de Republiek uit dat niet wapens, maar de handel, niet koningen, maar kooplieden de aarde besturen. De combinatie van handel drijven, geld verdienen en het hanteren van wapens ging de Nederlanders verbluffend goed af. In de hitte van de strijd tegen Spanje smeden de afzonderlijke gewesten zich aaneen tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Vluchtelingen uit het zuiden stonden aan de basis van een enorme economische groei. De Republiek bevoer met rijk beladen schepen de wereldzeeën. Haar burgers trotseerden gekroonde grootmachten. En zo ontstond de eerste welvaartsstaat ter wereld.